Vijf karakters werden ruim anderhalf jaar gevolgd voor deze natuurfilm. Vooral de zeearend en de bever komen veel voor in de Biesbos. En zoals bij iedere film vind je ook hier de bad en de good guy. De bad guy voor mij is een beetje de ooievaar. Hij eet ongeveer alles wat los en vast zit. Op een gegeven moment aan het filmen ook in de polder. Kleine haasjes, die waren pas geboren. En dan komt er echt zo'n ooievaar, die landt daar vlakbij en die jaagt echt die kleine haasjes ook op. De mooiste karakter die komt hier ook inderdaad in de Biesbos voor, vind ik de stekelbaars. Niemand weet eigenlijk dat hij een migratievis is. Hij komt dus vanuit de Noordzee ons land in, gaat dan via de Biesbos naar kleine riviertjes om eitjes te leggen en jongen groot te brengen. En eigenlijk kan hij alleen nog maar via de Nieuwe Waterweg Rotterdam binnen. Maar dat is toevallig de drugsbegaande waterweg van Europa. Dus je ziet eigenlijk dat visjes zo helemaal tegen de stroom in en knokken om naar zijn paaigronden te komen. En dat wordt echt een soort Nemootje. De boswachter heeft een iets stoerdere favoriet. Ja, toch wel de zeearend natuurlijk. Die is hier zelfstandig gekomen, die hebben we niet uitgezet. Hij is zo groot als een deur, zijn spanwijdte is 2,40 meter. Dus als hij gaat jagen, dan schrikt alles wat hier rondzwemt en rondloopt. En voor die beelden was veel geduld nodig. Het gaat vooral om wachten eigenlijk als je een natuurfilm wil maken. We wisten ongeveer wanneer de jonge zeearenden zouden uitvliegen. Maar ja, welke dag dat was, dat wisten we niet. Dus dat betekent dat er echt 12 dagen gepost is op dat ene moment dat die jonge zeearenden voor het eerst hun vleugels gingen flappen en het luchtruim ingingen. Een goede reden dus om de film te gaan zien. Als je hier in Nederland woont en je houdt van je eigen land, dan moet je gewoon naar die film gaan, omdat je dan ook een beetje beter leert kijken naar het land en ook verbanden gaat zien eigenlijk in hoe dat land werkt. Met de grote rivieren en met de getijden en met de natuur. Dus het is een beetje een feest der herkenning, maar dan net een slagje dieper.